Ja, we moeten de oorzaak vinden van die verminderde waterkwaliteit, van die slechte waterkwaliteit. Als we die bron vinden en daar kunnen ingrijpen, dan zou het probleem moeten opgelost zijn. We kunnen ook kijken of er nog andere oplossingen zijn om die waterkwaliteit beter te krijgen. Maar we moeten eerst die waterkwaliteit goed krijgen voor het kan.